Mark wordt naar het vliegveld gebracht, want ook al mag hij een vliegtuig besturen, autorijden zit er voor deze 16-jarige nog niet in. Voordat hij achter de stuurknuppel gaat zitten, laat Mark aan de luchtverkeersleiding weten wat hij gaat doen. Vul een vluchtplan in, zodat we zo meteen kunnen vertrekken. Vandaag maakt hij een korte vlucht boven Eelde. Hij heeft een kwartier lang de tijd voor zijn grote passie. Het opstijgen en landen is natuurlijk het allermooiste, maar boven het vliegen, het uitzicht is ook hartstikke mooi. Ja, ze pakken het ontzettend snel op, het vliegen. En het zit er eigenlijk al direct in vanaf een paar lessen. En dan gaat het eigenlijk al direct goed. Safety belt vastend. Mutsje equipment on board, controls checked. Mark werkt de checklist af zoals hij tijdens de theorielessen heeft geleerd. De Veendammer begon op zijn 14e met vlieglessen. Vorige week werden die inspanningen bekroond met een vliegbrevet voor recreatieve vluchten. Vandaag begint de adrenaline pas echt te stromen als hij de stuurknuppel naar zich toetrekt en Eelde onder zich ziet verdwijnen. Het weer is nogal onstuimig en er is veel turbulentie, maar dat deert Mark niet. In de diepte zien we de bloemenveiling van Flora Holland. En niet veel later is het alweer tijd voor een van Mark's favoriete vluchtonderdelen. De landing. Opperste concentratie in de cockpit. En ook dit laatste stukje van de vlucht gaat hem goed af. Nog een paar solovluchten en dan mag hij ook zonder instructeur passagiers meenemen. Dit soort vliegtuigen vindt Mark eigenlijk nog niet goed genoeg. Want als het even kan, wil hij later meer spektakel, meer snelheid en meer lawaai. En dan het liefst in een kist als deze. In de toekomst wil ik graag 16 vlieger worden bij de luchtmacht. En als dat niet lukt, commercieel vlieger. Dat is sowieso iets in de luchtvaart. Met doorzettingsvermogen, geluk en nog een paar vlieglessen gaat Mark later misschien door de geluidsbarrière met een F-16. Of een ander gevechtsvliegtuig.